Het Pinksterweekend van 2019, Weesbus aan de wand met 33 kunstenaars en ongeveer bijna alle basisschoolkinderen, zo rond de 150 kinderen, doen mee aan al die exposities door heel Weesp op allerlei locaties. En we gaan een klein aantal bezoeken. We gaan kijken naar het culturele geweld in de Van Houtenkerk. Heer Nieuwberg. Oh, ben ik in beeld. U vroeg zich af wat wij met deze camera deden tijdens deze expositie Annex Opening. Ja, klopt. Wat heb jij met kunst? Oh, ik heb een paar jaar hier in het bestuur gezeten bij deze club. Kijk, dat wisten we niet. Dat was ik niet. Nee. Want jij bent dus kunstenaar. Heb jij kunstuitingen ooit? Nee, ik ben helemaal niet creatief in dit opzicht. In beeldend niet. Wel met taal. Akkoord. Ja. Dus, maar in woorden kan ook een kunst schuilen? Nou, dat vind ik dus ook. Maar ja, het maken van woorden en zinnen is een kunst, ja. Nou, ik kan wel heel aardig tekenen, maar ik ben niet creatief in tekenen. Want dat is heel iets anders. Hoe breng jij verder jouw vrije tijd door? Ik neem niet aan dat je nog knipt stiekem. Nee, al jaren niet meer. Nee. Al meer dan 10 jaar niet meer. Nee, ik ben pensionaar al. Yes. En ik woon recht in het midden van Weesp. En ik doe bestuurlijk een heel klein beetje in de Partij van de Arbeid. En verder helemaal niets. Heb je nog iets met deze organisatie te maken, Weesp? Nee, niet meer. Nee. Ik draag het alleen zeer warm hart toe en daarom ben ik hier ook. Okay. Ja. En ik probeer als het erg leuk is, elk jaar wel iets aan te schaffen. Niet zo erg duur, maar een beetje leuk. Okay. Nou, mooie dag, mooi weekend verder. Dankjewel. Het zal lukken. Wij zijn op zoek naar de makers van dit kunstwerk hier. Ja, daar staat u voor. Het rechte schilderij lijkt alsof je een zelfportret hebt gemaakt. Hè? Nou, dank u wel. Of is dat niet de bedoeling geweest? Nee, het is geen zelfportret. Nee. Het is Emma Watson, een actrice. Aha. Ja. En die hebben we in het midden? Dat is Sun, ook een actrice. Het is van een serie, Sense8, op Netflix. Okay. Dus jij hebt dat niet live geschilderd, je hebt dat van een foto gedaan? Het zijn alle drie schilderijen nageschilderd van een foto. We daar nog een hele wilde man met wilde krullen. Ja, dat klopt. Ja, dat is dat? Johnny Depp. Het is allemaal olie, hè, wat je doet? Nee, het is acrylverf. Is dit acryl? Ja. Ik zie het verschil niet, hoor. Dat is een compliment, bedankt. Ja, met acrylverf kan je zowel op een olieverfachtige manier werken als aquarel. En ik vind het heel fijn om te gebruiken, omdat je heel veel mogelijkheden hebt. Kun je er al van leven? Nog niet, maar het is wel de bedoeling. Juist. Ja. Oké. Ja. Nou, ik hoop dat je heel veel verkoopt, want ik neem aan dat er sommige dingen ook te koop zijn. Zeker, alles is te koop. Je durft nooit zomaar in een gesprek te duiken als de heer De Lange, Leon was het, na de officiële opening in gesprek is met Marketing Weesp. Want het zijn twee belangrijke steunpilaren van het cultuursnuiven en de kunstenaars. Hè? Absoluut, ja. Ik denk dat we zonder Marketing Weesp het bereik van dergelijke activiteiten, dat niet zo groot zou zijn dat het nu is. Juist, jullie versterken elkaar inmiddels, begrijp ik. Dat is wel de bedoeling, ja. En ik vroeg mij dat ook af van, goh, is Weesp Marketing erbij betrokken? En dat waren ze in principe niet, maar het effect is hartstikke goed. Wij zijn niet met z'n tweeën, wij zijn met 150 mensen natuurlijk. Hè? En het is de promotie van Weesp en we hebben al kennis gemaakt met het bestuur een aantal jaren geleden. En Weesp aan de Wand is prima in staat om het helemaal zelf te doen. Zet een uitstekend evenement neer en we komen nu gewoon even kijken van wat er dit jaar weer allemaal aan kunst gepresenteerd wordt. Zelf iets met kunst? Wil je eerlijk antwoord? Ja. Nee, ik ben niet echt een kunstliefhebber. Kunstenmaker ben je? Ja, kunstenmaker, precies, ja. Zijn ook belangrijk in de wereld. Ja, zeker, zeker. Al die evenementen in juni en juli, daar komt nog een hoop aan, hè? Ja, we hadden het er net over. We hebben eigenlijk elke week is er wel iets wat er in Weesp georganiseerd wordt. En Leon noemde dat in zijn speech. Het zijn allemaal vrijwilligers, hè, die dat doen. Dus daar staan we uitstekend erop voor. En daar kunnen we allemaal trots op zijn. Kijk, wij komen hier natuurlijk niet om Harro Smit te interviewen. Wij komen hier voor de hapjes, hè? Ik heb mijn mond vol, man. Ja, ik heb ook mijn handen vol, Harro. Er staat wat te gebeuren in Weesp. Ja, Weesp is aan de wand.
Van Houtenkerk, bibliotheek, gemeentehuis, stadhuis, jawel. En natuurlijk de Adelaar. Ja. Daarnaast nog een aantal etalages. Ook niet te vergissen, moet je echt even gaan kijken. Ja. En we hebben natuurlijk het scholenproject, basisscholen Weesp. Ontzettend leuk, al die kleine schilderijtjes. Het knalt van de muur af, staan allemaal nu live tentoongesteld bij de Adelaar. Het gebied van kunst? Ik ben, twee dingen doe ik voor de Weesp aan de Wand. Ik onderhoud de website. Ik maak daar foto's voor. Beetje content, beetje tekst. En verder mag ik dit jaar als zaalvulling aanwezig zijn in het stadhuis met wat panoramafoto's. Dat vullen, dat lukt wel, hè? Dat vullen lukt. Nee, maar dat is inderdaad een probleem, dan moeten we het af. Ik ben al hard bezig. Er is al 10 kilo af. Goed. Ja. Dat is ook een kunst, hè? Dat is een hele grote kunst. Kijk maar met al die hapjes. Kijk, kijk, kijk. Ja, ja. Eduard, die regelt dat perfect. Dankjewel. Wat is dit voor een werk? Dit is fotografie. Het is fotografie? Dat, ja, echt. Dus dit zijn afdrukken van foto's, dus die heb jij in een digitaal domein op deze manier gerealiseerd? Ja, maar er gaat wel een proces aan vooraf. Ja, leg eens en dat uit. Is, ja, dat is heel grappig, want ja. Het is een aquarium op de maat van wat je hier beneden ziet. Yes. Zo'n vierkante glazen bak. Daaronderin leg ik een foto die ik zelf gemaakt heb. In dit geval een foto van een fles met een kommetje een tafel. Dan ga ik de bovenkant van het aquarium, hè, die is glasplaat, die smeer ik in met een materiaal Renex. Dan blijven de druppels erop liggen, dus daarna waterdruppels. Dat zien we nu ook, die druppels zien we en die ga jij daarna weer invullen. En nee, want daarna ga ik de foto vanaf bovenaf de foto maken. Ja. En je ziet het zelf niet, maar op het moment dat je de foto bekijkt, dan zie je de reflectie van alles wat op de bodem ligt, dat komt in alle druppels. Ach. Maar ook om het nog ingewikkelder te maken, dit is een vrij bolle druppel. Dus deze druppels reflecteren weer in de druppel. En dat is oneindig. Dat lijkt me heel lastig met het belicht ook. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Het is scherpstellen. Ja, het is fotograferen vanaf het statief. En met een afstandsbedieningetje, want anders ga je toch trillen. Ja, dat is. En nu niet. Dus, niemand door de kamer lopen dan? Niemand mag door de kamer lopen. Nee, totaal niet. Het ziet er heel apart uit. Macrofotografie is het eigenlijk. Want het is maar een... ik denk dat het 5 centimeter is. Waar je hier naar kijkt. En dat maakt het leuk. Het is leuk. Is het ook, hè? Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Johanna was jij toch? Ja, is het. Nou, sommige mensen beschuldigen mij dat ik namen vergeet. Maar nee, ja, mijn naam. Maar jou wist ik het nog. Goed. Hoe is het met je? Met mij, ja. In de city nog steeds? Nog steeds in de city bezig, nog 22 jaar. Juist. En ik blijf dat toch. Ja, en ik programmeer het toneel. Kijk. En je hebt nog vandaag met de kunst te maken, of niet? Nou, ik heb met kunst te maken. Ja, ik boetseer ook. Maar dat doe ik één keer in de week bij Bernie Bavelaar. En zij maakt mooie portretten. En ik heb ook, omdat zij dat zo mooi kon, wilde ik dat graag. Dus dan heb ik een paar portretjes gemaakt van mijn kleinkinderen. Het is ook fijn om te doen. Ja? Maar ik hoef niet hier te hangen met mijn spullen of te staan. Ja, je staat nu toevallig. Je hangt ik sta nu toevallig. En net zat jij van een wijntje, mag ook toch? Ja, dat heb ik ook gedaan. Het is hier erg gezellig. En, iedereen heeft zo zijn eigen kunst. Zo is het. Ja, maar het is ook leuk om hier dan weer even te zijn. Nou. Ja. Nog een mooie dag verder. Dankjewel. En het weekend natuurlijk met al die kunstenaars. Ik ga nog even hier en daar kijken. Alles wat aan de wand hangt, zeg maar. Ja, dat ga ik allemaal bekijken. Morgen en zondag. Dankjewel. Tot kijk. Hoeveel mensen hebben verstand van kunst? Heeft u verstand van kunst, mevrouw? Ik denk het niet. Nee. Niet? Nee. U komt wel zo over. Oh. Als u mij zou vertellen, hier komt een schilder, gespecialiseerd in aquarellen op olie, ja. Dan geloof ik het. Ja, oké. Ja. Nou, ik schilder inderdaad wel, ja. Kijk, zie je. Ja, ik weet ook dat u maar toevallig... Maar om nou te zeggen dat ik verstand van kunst heb, nee. 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 Nou, ik kan me iets herinneren uit het grijze verleden dat wij samen gedanst hebben. Wij? Wij hebben samen gedanst. In de city. In de city. En toen, ja, dat weet ik nog. En toen zei jij, ik weet niet of ik wel kan dansen. Nu zeg je eigenlijk hetzelfde. Ik weet niet of ik wel kan schilderen. Ja, klopt. Dus misschien wat meer zelfvertrouwen straks. Klopt, ja, dat zou wel goed zijn.
Ja, ik denk het. Heb je werk hangen hier of niet? Nee. Oh. Wat voor werk maak je? Op het ogenblik acryl. Acryl? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. En dan hebben we het over landschappen. Portretten. Weidse blikken, portretten. Portretten, ja. En lukken ze ook? Ja, ik kan wel zeggen dat ze wel lukken, ja. Maar dan moet je eigenlijk zeggen, dat zou een ander moeten zeggen. Mevrouw Woltringen. Je mag gewoon Ilona zeggen. Ilona Woltering, ja, maar ik wist het. Ik ken de Pappenheimers die geheime wapens in de achtergracht leggen. Oftewel de duikboot. Ja. De beroemde duikboot. Ja. Hoe is het allemaal goed? De beroemde duikboot is als dekje voor mijn boot gebruikt. Ja. En komt dit in het algemene nieuws? Nee, alleen de hele wereld. De hoorzitting eindigde naar de vertegenwoordiger van de gemeente en allerlei juristen tegenover mij. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente vroeg ik: en meneer, bent u niet heel blij dat ik zo aardig was de pers er niet bij te halen? Aha, want en wat zeiden ze toen? Nou, heb ik niet eens afgewacht. Nee. Want dat ik dat zei was behoorlijk leuk grapje. Oh, dat was geen grapje. Er is een beetje geblunderd. Ja. Was het de gemeente Weesp of de gemeente Amsterdam? De gemeente Weesp is nu de gemeente Amsterdam. Ja. Misschien moet je het nog eens met de nieuwe medewerkers van Amsterdam proberen. Eigenlijk had ik daarmee te maken. Misschien hebben die wel wat meer met duikboten. Ja, en ik had er goed vertrouwen in. Kijk, ik had er goed vertrouwen in. Dus het wordt vervolgd? Ja. De uitslag is niet bekend. Maar ik vond het wel, denken de mensen. Ik wist niet wat een hoorzitting was. Ja. Het betreft dat botenbeleid, de oude gracht. Maar is hij nou weg of niet? Nee, de boot ligt er gewoon. Alleen, de hele buurt weet ervan. Dus ik heb een leuk deeltje met de buren. Die vragen dat aan. Dus ik heb tijdelijk die boot aan de buurman overgedaan. Zodat er niks aan de hand is. Maar de lol om voor de gracht iets te maken is de finale afgelopen. Dat begrijp ik, ja. Ja, die is er heel veel werk aan gehad. Ja, maar al dat werk voor een gemeente die aan mij vraagt van: en wat gaat u in de gracht leggen, terwijl ik het al 20 jaar doe? Ja. Kunt u dat tekenen, beschrijven? Nou, dan zeg je gewoon: kijk nou even op het Alles wat groeit en boeit filmpje. Dat had ik kunnen zeggen, ja. Dat was er nog niet, was voor de duikboot, dat was voor jouw filmpje. Okay. Dus ik schoot de tuin in waar alles opgeslagen stond, maak wat foto's en ze waren tevreden. Maar de R van dat ze niet weten wie je bent, wat je doet, het was... Het was onpersoonlijk allemaal, ja, terwijl ze je wel kenden. Ja, horen te kennen, want ze ligt voor hun deur. Ja, ja. Dus de tijdgeest zit nogal tegen voor artiesten in het algemeen. We hadden de recessie, we hadden de bezuinigingen, we hebben de linkse hobby's. Ja. Nou, en alles moet gratis. Ja. Mwah. Het is maar goed dat ik daar mijn carrière niet op heb gebaseerd. Ja. Kunst in de grachten is toch een klein beetje onderuit. Juist. Het wordt maar een beetje minder en minder. Zij gaat vrolijk verder. En ik bewonder dat. Ik vind dat heel knap. Juist. Dat ze gewoon tegen de stroom in toch zeggen van: ik vind dat gewoon leuk. Ja, en toch een dingetje. Het is echt mooi. Is en, tot eind oktober. Ja. Het is het hoort een beetje bij Weesp. En dit is dan de eerste onderzeeboot. Wanneer verwacht jij de eerste rondvaartboot in Weesp? Dan moet je bij marketing Weesp zijn. Ik weet niet of marketing Weesp dat wil. En de een wil allemaal mensen die op fietsjes komen en terrasjes bezoeken en doorfietsen. En de ander wil een busje met Chinezen die naar het Amsterdam Castle gaat. Ja, het is heel divers momenteel. Ik heb geen idee waar ik altijd op gaat. En deze mensen doen het er ook bij, hè, die hier nou bij. De meeste wel, ja. Ja, natuurlijk. Want je kan er werkelijk niet van leven. Nee. Nee, ook niet. En Nederland is zo creatief. Wat dat betreft is het dus enig dat je presenteert. Liefst met z'n allen. Die ballotagecommissie hier is, vind ik niet zo fijn. Maar er is ook iets in de Adelaar, gelukkig, hè? Ja. Voor niet-geballoteerden. Maar dit is Weesp, zo zou je het moeten zien. Ja. En wat die mensen allemaal bij elkaar kunnen en willen, is enig. Dus dat is wel mooi. Ja. Maar ik ben even een beetje op afstand. Ga maar op afstand dan. Ja, ik ga op afstand. Maak er een mooie dag van, Ilona. Ja, dank je. Ga dan op afstand. Ja, oké, dat is goed. Dan zwaai ik op afstand naar je. Zie je. Doei. Het Pinksterweekend van 2019. Weespers aan de wand met 33 kunstenaars. En ongeveer bijna alle basisschoolkinderen, zo rond de 150 kinderen, doen mee aan al die exposities. Door heel Weesp op allerlei locaties. En we gaan een klein aantal bezoeken. Als het weer het toelaat. Goed, als het te mooi weer is, wil ook niet iedereen binnen gaan zitten. Dus je kan ook trouwens in de Slijkstraat allerlei winkels bekijken met kunstweespers aan de wand. We gaan op stap. Je eigen werk. Mijn eigen werk. Ik heb het net opgehaald. Ja.
hing thuis op een haakje en aan de muur. En er was nog een witte wand hier, waar we al wat overleg over hadden gehad voor afgelopen week. En die mocht ik nu vullen. Vandaag pas? Nu net, op het laatste moment. En dat zien we dus hier? Ja. En bent u er tevreden over? Ik ben er heel tevreden over. Want je mag niet zomaar wat ophangen. Dan moet je, nee, nee, ik heb ook een werk op een andere wand gehangen. Aha. En het hangt aan die andere kant. In welk gebouw is dat? Hier, om de hoek. En is het ook de bedoeling dat er nog wat verkocht wordt? Ja, zeker wel. Ja, ja, ja. Ik weet niet of er veel verkocht wordt, maar verkocht wordt er altijd. Ja, nu word ik zelf eens een keer gefotografeerd. Ja, dat is voor je portfolio straks. Oh, die heb je al, hè? Die heb ik al, ja. Klopt. Ik ken jou van filmen. Ja, ik ben cameraman. Ja. Dus ik werk eigenlijk voor Defensie. Ja, dat weet ik. Als cameraman, maar ik deed altijd fotografie heel lang. Right. En dat doe ik nog als hobby eigenlijk. Het is veel prettiger om naar te kijken doorgaans. Want jij begeeft je regelmatig in zware, gevaarlijke situaties. Doe je dat doen? Ja, missiegebieden vooral, ja. Van de Defensie. Maar soms toch wel. Ja. Achteraf meestal. Okay. Op het moment dat je daar bent, niet. Want heb je daar ook werk van hier? Ja, wacht, ik zal heel even deze... Ja, nee. Kijk hier. Er moet eerst even gefotografeerd worden, wacht even. Dat is op de Walvarkensfossie. Big Fun is dat, hè? Maar hij flitst, hè? Ja, weet ik. Dat doe ik niet. Dat heb jij het ook ingesteld. Ja. Toestanden. Ik moet ook al. Als ik hem hele jongen... Wacht even, waar staat hij nou in de stand? Hij wil eigenlijk zijn eigen foto maken. Een selfie heb je daarvoor, toch? Ik had gewoon een memo. Ja. Nee, er is een kunstenaar die doet dat, hè? Die gooit de camera omhoog en die doet met een afstandsbediening en drukt die aan. Ja, nog eentje. Het zijn goede foto's, maar moet je ze ook mooi noemen, hè? Want het komt natuurlijk wel uit het oorlogsgebied, hè, Peter? Dit is Liberia. Ja. Klopt. En ik heb er ook Cambodja bij en Bosnië. Ja, en, wat gebeurde er allemaal? Een hoop ellende. In welk jaar was dat? Sint Maarten. Cambodja was 1992-93. Oké. En Bosnië was 95. Dat was net voor de val van Srebrenica. Juist. Pittige tijd daar. Ja. En hoe lang heb je er achter elkaar gezeten? Nou, Cambodja heb ik 3 keer 3 maanden gezeten. 3,5 maand. 2 keer 3,5 maand, 1 keer bijna 3 maanden. Lijkt me niet een echte vakantie. En zo ziet het er ook niet uit hier, hè? Nee. Maar dit is fotomateriaal. Dit is een selfie. Ja, dat is toevallig. Maar je hebt ook filmmateriaal daar moeten maken, hè? Voor de fans. Cambodja was fotografie. Toen was ik puur fotograaf. Okay. En sinds 2001, 2. Toen ik terugkwam naar Curaçao heb ik 3 jaar gewoond. Toen ben ik cameraman geworden. Okay. Dit is de Aartsveldse polders. Nu er nog niets gebouwd is, bedoel je? Hè? Nu er nog niks gebouwd is. Nou ja, dat moeten ze niet aankomen natuurlijk. Waarom komen ze dan maar niet door? Ik heb de gemeente vorige week nog, een paar weken geleden gesproken. En dit zouden ze sparen, want dit is toch wel een van de mooiste polders. Vandaar dat ze de Leeuwenveld helemaal volgebouwd hebben. Want het is ook een vogel- en een wandelgebied. Maar ja, misschien moeten ze het eens natuurmonumenten gaan maken. Ja, om het zeker te stellen. Om het zeker te stellen, ja. Want het zou heel zonde zijn als ook dat weer volgebouwd wordt. Kijk, nu tussen Weesp en Muiden is er niet veel mooier op geworden. Nee. Ik weet niet, Amsterdam die wil ook alleen maar meer grond en uitbreiden. Wil meer huizen. Maar goed, ze willen ook wel weer de groene strook houden. Zoals Driemond valt er ook in. Ja, zonder bomen. Ik hoop dat ze daar, zonder bomen. Dat is ook een dingetje. Kijk, en anders krijg je een echte stad, hè? Dat is, een echte stad, ja. Dat is de New York. Right.